Wat is het meest bizarre wat je nou in jouw loopbaan tot nu toe hebt meegemaakt? Dat we hier een keer tijdens een trombectomie... dat was het verwijderen van een bloedpropje in het hoofd bij iemand. Dus dat is redelijk essentieel dat de stroom uitviel. Maar dat was wel het meest bizarre dat ik zeg maar dat we met zaklampen die ingreep hebben afgemaakt. Man, ja. Wat sta je dan in zo'n soort van oorlogssituatie? Ja, nee, dat voelt ook. En nee, we hebben er ook een foto van ingelijst nu boven hangen van... Nou ja, dit is hoe je het niet wil. Maar dat is echt inderdaad... Nou ja, oorlog, ik weet niet hoe het is om in oorlog te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat zo... Dat dit heel dat, ja, dat het daar wel op lijkt. Want je moet ineens... Ja, je hebt niks. Geen stroom, niks. Dus je moet echt helemaal handelen op je instinct.